Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken. Hartelijk welkom beste kijkers bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV. Op de dag dat Feyenoord 2 thuis speelde tegen koploper Heerenveen 2 gaan wij nabeschouwen op die pijnlijke middag in Arnhem. Dat doe ik samen met John de Wolf. John, van harte welkom. Ja, pijnlijk is wel het juiste woord denk ik in deze. Ja, verliezen is altijd pijnlijk. Verliezende en de stand weer groot te zien worden. 22 punten naar de koploper. Ja, een beetje on-Feyenoords toch? Zeker. Als je Feyenoord ziet beginnen gisteren in Arnhem, lijkt er helemaal niet zo heel veel aan de hand. Nee, er komen nog 1-0 voor, hè? 0-1. Moet zeggen, een goede counter, laten we het daar maar ophouden. Eigenlijk een overtreding op El Amadi. Maar als jij zegt, de fluit niet, dus in de omschakeling maak je de 0-1. Ja, wat er daarna met 1-1 gebeurt, dat kan niet. Hè? Zoveel vrijheid. Je weet dat Kasia gevaarlijk is in je 16 meter. Dan mag je hem eigenlijk nog geen centimeter vrijheid geven. Nou ja, volgens mij stond Sint-Just erbij in het begin, maar die bal die kwam voor. Ja, en hij is hem helemaal kwijt. En dan koppen ze hem in en dan sta je op 1-1. Dan mag je blij zijn dat je niet de rust ingaat met 2-1 achterstand. Jones redt nog een keer. Ja, en dan die tweede helft, dat is... Ja, voor mij onbegrijpelijk. Nee, dat kan niet. Toch gaan we er straks uitgebreid over praten. Eerst gaan we kijken en luisteren naar de hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Giovanni, het was een vervelende middag in Arnhem. Hoe heb jij die ervaren? Ja, niet goed natuurlijk. Ik denk dat je qua resultaten teleurstellend de wedstrijd verliest. Gebeurt een hoop in de wedstrijd. Natuurlijk met twee rode kaarten, blessures. Dus ja... Een wedstrijd waarin veel gebeurt, maar uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat je de wedstrijd niet wint. Daarnaast vallen ook twee spelers uit. We beginnen met Jeremiah Sint-Just. Hoe gaat het met hem? Ja, hij had heel veel pijn. Schouder uit de kom. Dus de pijn was ook te hevig om door te gaan. Wilde dat wel, maar uiteindelijk was de pijn toch te veel. En we zullen... deze week moeten afwachten hoe dat gaat verlopen, maar ik verwacht en ik hoop dat hij snel weer beschikbaar is. De blessure van Ricciano Hap zag op het eerste oog heel vervelend uit, maar later werd al snel bekend dat het toch relatief meeviel. Klopt dat? Ja, natuurlijk een vervelend moment voor hem. Voet tegen zijn hoofd, schoen eigenlijk met nop. Ik denk dat we in dat geval geen enkel risico willen nemen met een speler die geblesseerd is aan zijn hoofd, een tik gehad heeft. En ik denk dat we daarin ook de juiste keuze hebben gemaakt. En gelukkig, achteraf viel het mee voor Ricciano. Sam Larsson natuurlijk al een wedstrijd eerder uitgevallen. Wat kun je over hem vertellen? Ja, we zijn hem een aantal weken kwijt. Dus dat is jammer en spijtig voor Sam. Ook voor mij als coach natuurlijk. Een speler... te zien wegvallen met blessure. En we zullen hem zo goed mogelijk behandelen en hopen dat hij zo snel mogelijk terug is. Feyenoord zit in een lastige periode, daar kunnen we niet omheen. Dat hebben we ook eerder meegemaakt, dat heb jij eerder meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Het is natuurlijk niet wat je wil. Je wil het liefste dat het allemaal goed verloopt. Dat je geen blessures hebt, dat je geen rode kaart hebt, dat je wedstrijden wint. Alleen in die fase zitten we nu niet. Het enige wat we kunnen en moeten doen is bij elkaar blijven, hard werken en zorgen dat we hieruit komen. En voetbal is altijd een sport waar het goed gaat, iets minder gaat en dan moet je hard werken om het weer te doen keren. En dat zullen we nu ook moeten doen met de belangrijke wedstrijd thuis tegen Heracles en PSV in de competitie. En natuurlijk de halve finale tegen Willem II. Feyenoord is een ploeg dat kan knokken, dat doen ze ook vaak, dat hebben ze ook in Arnhem weer laten zien. Wat kan je nou nog extra van de spelers vragen? Want het is niet dat ze daar met de pet naar gooien. Nee, maar uiteindelijk denk ik ook dat we in die wedstrijden, net zoals tegen Vitesse, we komen 1-0 voor en we spelen dan niet in onze kracht. En dat is het veldspel, de juiste spelers in de juiste posities op het veld vrij zien te krijgen. En dat was zondag was dat niet zo, waardoor je ook moeilijk in de wedstrijd groeit
Je voelt eigenlijk dat de wedstrijd naar de kant van Vitesse valt. Zeker ook na de twee rode kaarten. Maar uiteindelijk met 9 man nog een hele goede mogelijkheid om de 2-2 te maken. Dat is wat je wil. Zeker in zo'n situatie waarin je met minder man staat. Hopen dat je nog een kans krijgt. Nou, die hebben we gehad. Die hebben we niet benut. En dan weet je dat je tegen 9 man of met 9 man... Ja, dat je heel moeilijk de bal kan veroveren. En dat bleek ook wel in de laatste minuten van de wedstrijd. De belangrijkste wedstrijd is altijd de volgende wedstrijd. Maar dat is denk ik zeker in een fase als deze zo. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we de volgende thuiswedstrijd tegen Heracles is een wedstrijd waarin we weer moeten winnen. Het verschil met uit en thuis na de winterstop is groot. En dat moeten we... Dat moeten we zien te voorkomen. Dat begint natuurlijk nu met een aantal wedstrijden thuis. Maar uiteindelijk moeten we ook in uitwedstrijden de punten gaan halen. Ja, John, je hebt het al een paar keer aangehaald. Maar die tweede helft, dat was Feyenoord onwaardig, hè? Ja. Nou ja, weet je, je gaat... Kijk, je ziet in een team dat men graag wil, waarschijnlijk. Maar dan juist de dingen gaan doen die ze eigenlijk niet moeten doen. Begrijp je dat? Nee, legt het ze uit. Nou ja, je gaat andere jongens zijn misschien willen te graag zich bewijzen waarin je andere dingen gaat doen. Nemen we Bastos Çiçekoğlu. Is een jongen die het moet hebben van zijn voetballende vermogen. En die moet het niet hebben van zijn tackles en van zijn strijdlust in de duelkracht. En dan zie je, de overtreding die hij maakt. Het moment waar. De helft van de tegenstander. Eén, dat is al heel raar. Twee, de tegenstander staat met zijn rug naar hem toe. Dus je kan bijna nooit bij die bal komen. Als je hem gewoon voor je houdt, is er ook niks aan de hand. Ja. Dan ga je te geforceerd dingen willen laten doen en laten zien. En dat werkt uit averechts. Ja, en dan is het een terechte, domme rode kaart. Vitesse zat op dat moment al beter in de wedstrijd dan Feyenoord. Maar was dat echt het kantelpunt, die rode kaart voor Bilal? Ja, want dat doet ook iets met een team. En je krijgt ook daarin krijg je weer de irritatie bij spelers. Frustratie bij de spelers. Plus, je gaat met een man minder spelen. Maar het geeft ook weer de extra motivatie bij je tegenstander. Ja, en uiteindelijk valt niet veel later. Ja, een minuut die later. Twee en ook. Ja, ja, dan gaat alles verkeerd binnen een heel kort tijdsbestek. Het is eigenlijk Roy Beres die een bal richting cornervlak schiet. Een schot op doel. Verdwaald schot. En ja de aanvaller van Vitesse staat helemaal vrij. En krijg hem op zijn hoofd en knik hem in. Is dat toeval omdat zo'n verdwaald schot toevallig voor de voeten belandt? Of staat het daar ook niet goed? Nee, Feyenoord staat niet goed, want hij staat helemaal vrij. En natuurlijk is dat een afzwaaien eerste klas. Maar als hij daar niet staat, dan wordt er ook niks mee gedaan. Dus ja, hij staat daar en krijg hem vrij op zijn hoofd, kop hem in. Ja, en dan krijg je gelijk na de tegenslag van de rode kaart, krijg je ook gelijk een goal. Ja, en dat gaat wel wat doen met een team. En zeker met een team wat al niet lekker draait in de competitie, hè. Ja, en dan is het vechten tegen de bierkaai. Hè? Dan krijg je nog een tweede rode kaart. Malasia. Ja, de jongen kan niet anders doen dan een slijding maken. Ja. Toch proberen de bal. In eerste instantie dacht ik ook, nou, het valt wel mee. Maar doorgebroken of niet? Wel doorgebroken is wel een terechte rode kaart. Ja, en dan krijg je eigenlijk zo'n derde goal. Krijg je precies hetzelfde. Helemaal schathemeltje vrij. Maar dan speel je met 9 man. De tegenstander krijgt nog meer vleugels. En jij gaat zelf nog meer in de frustratie zitten als team. En dan krijg je de 3-1 om je oren. En dan is dat een hele harde, gevoelige nederlaag. Toch was er een moment op 2-1 waar Feyenoord nog een dot van een kans krijgt. Ja, van Beek van dichtbij. Ja, ja. Dat had hem dan moeten zijn, hè, in zo'n wedstrijd waar je met weinig man speelt. Het is een verdediger. Ja. Hij neemt hem volgens mij met zijn rechter buitenkant. Misschien had het beter geweest als, dat is altijd achteraf praten, met zijn linker. Maar op dat moment in de split second beslist hij daar. En dat was wel een hele grote kans. Ja. Straks gaan we praten over het perspectief van Feyenoord nog in deze competitie. Eerste Feyenoord top 5, John. Daar mag je ook de wedstrijd in thuis tegen Groningen in meenemen. Ja. Een prachtige recordbedrag in het Feyenoord Charity Gala. Doelpunten van Tony Villena.
en Nicolai Jurgensen onder meer erin. Aan jou dat moment uit te halen en in te stoppen. Als je daar aanleiding voor zag natuurlijk. Ja, nou ja, ik denk dat het charity er al lang genoeg in staat. En ondanks een fantastisch bedrag. Ja. En hopende, daar haal ik hem eruit. Hopende dat men volgend jaar weer dat bedrag kan bewerkstelligen. Ja. Dus die gaat eruit. En dan is het denk ik niet zo raar dat ik de goal van Persie, de derde tegen Groningen. Sowieso de goal, maar ook het niveau van de goal. Het souplesse, de techniek. Ja, dat is om te smullen. En hopen dat hij snel wedstrijdfit gaat worden om langere minuten te spelen. Want ook al in die korte tijd dat hij er meedoet, is het van mijn kant wat ik zie, is het wel smullen. Een prachtig doelpunt van Robin van Persie. Nieuw in onze Feyenoord Top 5 die er nu als volgt uitziet. Welkom terug thuis. Hartstikke bedankt. En het nummer dat je de eerste keer ook hebt. Dankjewel. Hele mooie woorden. Ja, dit is natuurlijk ook heel mooi. Malasia buitenom, Sparta wordt achteruit gedwongen. Boetius, Vente geen buitenspel. Vente met het doelpunt. 0-2. En wat een moment voor Dylan Vente. Een beroemde voetbalnaam natuurlijk in Rotterdam. Oh, het pakt er goed uit. Jurgensen sterk genoeg om die bal bij Berghuis te krijgen. Nieuwkoop geeft aan, laat hem maar aan mij. Nou, dat doet Berghuis niet. Of Amrabat niet, maar ik kan het wel meegeven aan Nieuwkoop. Hier is de 1-2 met Berghuis. Daar is Amrabat en het doelpunt. Schitterende aanval van Feyenoord. Afgerond door Jurgensen. Met een absolute hoofdrol voor Amrabat. Veel ruimte. Maar nu de voorzet bij de tweede paal. Die is binnen. Feyenoord opent. Vilena doet het in de 55ste minuut. Daar komt Sint-Justen weer aangedenderd. Van Persie naar de eerste paal. Is Van Persie subtiel, subtiel, heel subtiel. Oh, wat mooi gedaan zeg. De klasse van Weleer is even helemaal terug. Prachtige goal. Ja, John, ondanks dat het een donkere middag was in Arnhem, heb je toch wat lichtpuntjes gezien bij Feyenoord? Ja, Van Beek, die gewoon stabiel was, gewoon zijn dingen gedaan heeft. El Amadi als aanvoerder. Maar ook Malasia, hè, die erin komt. Veel duels wint. En wat ik nog het mooiste vind, is daarna ook de tackles die hij maakt. En een van die tackles levert dan helaas rood op, maar ook zijn acceptatie. Ja, en als je zo jong bent, zo onervaren... Hè, maar ook wetende dat, de tackle die ik nu gedaan heb, die is een fractie van een seconde te laat. En zien dat het een rode kaart is. En niet in een conclave gaan met de scheidsrechter. Accepteren en er vanaf lopen. En dat vond ik wel heel bijzonder, maar heel erg professioneel van hem. Ondanks dat het natuurlijk een zware teleurstelling is voor hem. Maar als ik dat veentje zie, met het mes tussen zijn tanden, de tackles die hij doet, de bevlogenheid. Ja, dat is een... Dat is heel prettig om naar te kijken. Ja, dat is goed om te zien. Minder goed om te zien is het gat met punten dat Feyenoord met koploper PSV heeft. Wat is nu nog het perspectief voor Feyenoord? We staan natuurlijk nog in de halve finale van het bekertoernooi, maar daar moeten we ons niet te veel blind op staren, denk ik, John. Nee, die prijs zal gewonnen moeten worden. Maar het is te goedkoop om alles op die beker te gooien. Ja. Het is te goedkoop als je op dit moment als kampioen 22 punten achter staat. Dus ja, het gaat om winnen. En je zal je resterende wedstrijden... Veel wedstrijden moet je gaan winnen. Ja, klinkt heel makkelijk, hè? Klinkt heel clichématig, maar daar gaat het om, winnen. Te beginnen met Heracles Almelo thuis. Dat is een wereld van verschil tussen de wedstrijd van vorig seizoen thuis. Ja. Ja. Maar dat zou gewonnen moeten worden. Heracles, wisselvallige ploeg, won toevallig dit weekend weer. Maar wat verwacht jij van die wedstrijd? Ja, ik hoop en ik denk dat de Feyenoord-spelers wat goed willen maken, wat recht te zetten hebben. Hè, voor hunzelf, maar ook voor het publiek. Dus ik hoop een gedreven elftal de wei in te zien gaan met één ding. Vanaf de eerste minuut willen laten zien dat ze willen winnen. En met de dingen doen die ze moeten doen, waar ze goed in zijn. Dus niet allemaal door elkaar heen en niet allemaal die veldbezetting goed houden.
En ja, normaal gesproken, Heracles thuis moet 3 punten opleveren. We gaan het zien, John. Dank dat je er weer was hier in de Kuip. En we zien je over 2 weken weer terug. Ja. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Natuurlijk zijn we morgen weer terug op Fox Sports. En dan de beelden van Feyenoord 2 tegen SC Heerenveen 2. Bedankt voor nu en graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken.